Vraag 1a. Hoe heten de golven die in de telefoon worden opgewekt? 1b. Welke snelheid hebben deze golven? 1c. Hier zie je een stuk van een golf getekend, 60 centimeter in totaal. Wat is de golflengte? Vraag 2. Noem vier soorten elektromagnetische straling en een toepassing van elke vorm van straling. Vraag 3. Leg uit hoe een röntgenfoto gemaakt wordt. Vraag 4. Hier zie je golfjes. De snelheid is bekend, 6 meter per seconde. De frequentie is bekend, 2 hertz. Bereken de golflengte lambda. Vraag 5. Hier zie je een O en twee haakjes daarnaast. Hoe heet nou dat hele ding, zeg maar? Dat is 1, de naam van 1. Hoe heet deze met het haakje, naam van 2? En hoe heet die 3? Vraag 6. Je hebt protonen, neutronen en elektronen. Als dit de kern is, en dat is er omheen. Wat is dan 1? Is dat een proton of een neutron? En wat is 2 en wat is 3? Vraag 7. Als je het element koper hebt, is de afkorting Cu, zijn er 29 protonen in de kern. Vraag 7a. Hoeveel neutronen zijn er bij het element koper? En vraag b. Hoeveel elektronen zijn er? Vraag 8. Isotoop koper 65. Hoeveel protonen heeft dat? Hoeveel neutronen en hoeveel elektronen? Vraag 9. Wat is ioniserende straling? Vraag 10. Hier zie je radioactief verval. Uranium-238 wordt omgezet in thorium en er komt nog een ander deeltje vrij. Een heliumdeeltje. Oftewel een alfadeeltje. Hoe zie je nou dat die uranium-238 instabiel is? En die getallen die erbij staan. En vraag B, leg eens uit wat hier precies gebeurt. Leg het radioactieve proces uit. Vraag 11, hier zie je koolstof 14 en dat vervalt spontaan, dus er is radioactief verval in stikstof 14 en er ontstaat nog een elektron. Hoe heet dit verval? Wat is er gebeurd bij de overgang naar die stikstof 14? Leg dat eens precies uit wat er gebeurd is. Nou, hoe kun je alfa, beta en gamma straling tegenhouden? Vraag 12. En vraag 13. Noem drie regels om veilig met straling om te gaan. Vraag 14. Over de halfwaardetijd. Hier staat de activiteit in megabecquerel en hier de tijd in minuten. Hoe groot is vraag A? De halfwaardetijd, de halveringstijd van deze stof. En vraag B. Na hoeveel minuten is de activiteit 100 megabecquerel? De uitwerking, hoe heten de golven in de telefoon? Dat zijn elektromagnetische golven of elektromagnetische straling, is dat 1 punt. De snelheid is de lichtsnelheid en dat is 300.000 kilometer per seconde. Als je nog 3 nullen erachter zet, heb je meter per seconde. En dan kun je ook zeggen 3,0 keer 10 tot de macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,0 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde, 1 punt. En de golflengte hier, hier zie je anderhalve golf. 1 golf is dan 60 gedeeld door anderhalf, 40 centimeter lang, 1 punt. Vier soorten straling, elektromagnetische straling en een toepassing. 4 punten, 1 fout, 1 eraf. Ik heb deze 4 genoemd. Je kunt ook andere hebben, zoals gammastraling bijvoorbeeld. Uitleg van de röntgenfoto. Nou, de röntgenstraling gaat niet door de botten, maar wel door spieren en vet. Dan ontstaat er een schaduwbeeld achter die botten. En dat beeld is dan negatief. En het donker wordt uiteindelijk licht op de foto. 3 punten.
Per stap 1 punt. Vraag 4. De golflengte hier. Reken je uit met C gedeeld door F. C is op zich de lichtsnelheid, maar het kan ook de snelheid zijn. Dus het kan ook V gedeeld door F zijn. En wordt het 6 gedeeld door 2 is 3 meter voor één zo'n golfje. 2 punten. Bij 5 zie je een watermolecuul. Dus naam 1 is een watermolecuul voor het geheel. Naam 2, dat is een waterstofatoom. En naam 3 is een zuurstofatoom. Overal 1 punt. Vraag 6. Als dit de atoomkern is, bestaat die uit protonen en neutronen. En daaromheen zweven kleine elektronen. Naar 1 kunnen dus protonen of neutronen zijn. 2 kunnen ook protonen of neutronen zijn. En daaromheen 3 zijn dus de elektronen. 2 punten, 1 fout, min 1 punt. Hier zie je het element koper, een stukje daarvan. En daar staat 29 protonen. Dat staat in het periodiek systeem, dat is het atoomnummer. Koper bestaat uit 29 protonen. Nou, hoeveel neutronen zijn er en hoeveel elektronen? Het aantal neutronen is hetzelfde als het aantal protonen, 29, ook 1 punt. Anders is het een isotoop. Hoeveel elektronen zijn er? Nou, je mag ervan uitgaan dat het elektrisch neutraal is. Dus het aantal elektronen is evenveel als de protonen, ook 29. Dan zien we hier het isotoop van koper, koper 65. Hoeveel protonen, neutronen en elektronen heeft dat isotoop? Nou, dat is nog steeds koper. Dus je ziet hier 29 protonen. Dan hebben we daar ook 29 protonen. Maar die 65, dat is het massagetal, de protonen en neutronen samen. Dus 29 plus iets is 65. En dat is 36. Dus die 65 is de protonen en neutronen samen. Nou, elektronen, hoeveel zijn er dat? Evenveel als de protonen, dus 29. 2 punten, 1 fout, min 1. Vraag 9. Wat is ioniserende straling? De straling die moleculen kapot maakt. 1 punt, zoals UV-straling, röntgenstraling of gammastraling. Vraag 10. Hoe zie je dat uranium-238 instabiel is? Nou, het heeft 92 protonen en veel meer neutronen dan protonen. Want 92 plus een bepaald getal is 238. En dan heb je dus meer neutronen en dan is hij heel instabiel. Kan die dus spontaan uit elkaar vallen in een andere stof en straling uitzenden. En die straling is in dit geval het heliumdeeltje, oftewel het alfadeeltje. Dan leg het radioactieve verval uit. Wat gebeurt er precies? Wat we hier zien is dat uranium dus spontaan verandert, het isotoop van uranium, 238, in thorium en een heliumdeeltje. En dit is het aantal protonen, dat wordt 2 minder. Dat zie je. Maar als je nou kijkt naar het massagetal, de protonen en de neutronen, wordt het in het totaal 4 minder. Dus je hebt hier 2 protonen minder, sorry, en 2 neutronen minder. En 2 protonen en 2 neutronen, dat is eigenlijk dit. Dat is de kern van een helium. Dus het alfadeeltje is een heliumkern. Dus vraag 10b zou je zo kunnen formuleren. Het isotoop van uranium valt uit elkaar en zendt het alfadeeltje, oftewel een heliumkern uit. 2 punten. Dus het isotoop van uranium valt uit elkaar en zendt een alfadeeltje, oftewel een vrij groot heliumdeeltje uit. Dan gaan we naar de volgende vraag. Vraag 11. Hoe heet dit verval? Nou, hoe heet dat verval? Even kijken. We hebben koolstof 14. Dat is een isotoop. Want je hebt 6 protonen en meer neutronen. Dat is vrij instabiel. Radioactief. En dat valt uit elkaar in stikstof 14. En dan komt er een elektron vrij. En dat is een heel klein deeltje. En dat is beta-verval. Die heeft dus een groter doordringend vermogen. Dus dat is beta-verval. Beta-verval. 1 punt. Nou, wat is er precies gebeurd bij de overgang naar stikstof 14? Dus even kijken. Wat je ziet is dat het aantal protonen, het atoomnummer, van 6 naar 7 gaat. Er is er eentje bijgekomen. En wat er dus gebeurd is, er is een proton bijgekomen. En dat kan alleen maar als een neutron in een proton verandert. Want die blijft hier gelijk, totaal aantal protonen en neutronen. Dus
Wat is hier gebeurd? We hebben een neutron en die is veranderd in een proton en er is een elektron vrijgekomen. Dat wordt hier weergegeven. En dat elektron, dat is die beta-straling. Eén punt voor die. Dan, hoe kun je de volgende stralingen tegenhouden? Alpha, beta en gamma straling. Nou, alpha straling, dus die heliumkern, is vrij groot. Kun je dat tegenhouden met een velletje papier. Toch echter heel schadelijk als je hem binnenkrijgt door in te ademen. Beta straling, is een kleiner deeltje. Een aluminium plaat van 4 mm, een stuk glas kan hem tegenhouden. En die gamma straling heb je al een laag lood voor nodig of een hele dikke betonlaag. 3 punten, 1 fout, eentje eraf. 1 fout min 1 punt. 3 regels om veilig om te gaan met straling. Zorg dat je een grote afstand hebt, een korte tijd wordt blootgesteld en goede beschermende kleding bijvoorbeeld draagt, een lode schort. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Nou, wat is hier de halfwaardetijd? Je ziet na 50 minuten dat de activiteit van 800 naar 400 megabecquerel is gedaald. Dus de halfwaardetijd is hier 50 minuten. Dus de T1,5 noem ik hem even, is 50 minuten 1 punt. Vraag B, na hoeveel minuten is de activiteit 100 megabecquerel? Gaan we even kijken. Nou, na 50 minuten is die 400. Weer 50 minuten later is die helft, de helft, 200. En weer 50 minuten later is die weer de helft, 100. Dus dan zit je op 150 minuten. En dan kun je zo je cijfer uitrekenen.